Nou, welkom Suze, welkom Zoe. Allereerst even de vraag, wat is talentenbonanza? Talentenbonanza is iets wat Michael en Hugo hebben georganiseerd. Dan laat je zeg maar, iedere week komt er dan een groepje uit de klas aan bod om hun talent te laten zien. En dan ga je met heel de klas dus activiteiten doen. Oké. Wat was jullie doel van de activiteit die jullie hebben voorbereid? Om mensen meer te laten zien, of ja, mee te laten spelen met volleybal en ook laten zien dat het een leuke sport is. Jij zit zelf op volleybal? Ja, ik zit zelf voor het kampioenschap namelijk. En waar speel je? In Boekel, in Itas. Oké. Wat waren de ervaringen van de studenten? Was een beetje verdeeld. Alleen, ja, de ene is wat sportiever dan de andere, zeg maar. Maar over het algemeen kregen we wel gewoon positieve feedback. Ja. Wat neem je er zelf uit mee? Jullie hebben de opdracht natuurlijk uitgevoerd. Het was jullie idee. Ja, ik vond het zelf heel leuk, maar dat komt omdat ik met volleybal zit. Maar ja, hoe heet het? Ja, ik denk dat de andere mensen ook heel leuk vonden, hoop ik. En waaruit bleek dat? Dat ze het leuk vonden volgens jullie? De enthousiasme. Ik vond serieus dat van daarna zei Florian, een klasgenootje, die zei dat het heel leuk was. Dus ja. Complimenten voor gekregen. Ja. Oké, super bedankt voor het interview. Ja, dankjewel.